Wil je de beste prijs voor je app? Wil je de beste prestatie van je app? Wil je lage kosten in de onderhoud van je app? Dan moet je weten hoe de ontwikkelmethode van je app in elkaar zit. Maar hoe kom je daarachter? Nou, in deze video geef ik een samenvatting wat de verschillende ontwikkelmethoden zijn en welke het beste past bij jouw app. Mijn naam is David van der Loo van App Specialisten. Deze video is eigenlijk een samenvatting van een interview dat ik heb gedaan met Roger Hendricks van app Ontwikkelbureau Venetre. Uh, en zij uh, gebruiken verschillende methodes en kunnen daardoor ook op een rij zetten voor jou, wat, voor jou het beste deze video is een samenvatting van de volledige interview dat je vindt op appspecialisten.nl. Wellicht kijk je nu de video die boven dat artikel staat, bij het volledige artikel lezen, maar zit je op YouTube, klik dan even op de link in de beschrijving, dan kom je ook bij het artikel. Aan het einde van deze video heb ik ook nog een ontwikkelingsvergelijking waarin je een overzicht krijgt wat er precies allemaal goed en fout is voor je app. Dus stay tuned. Um, Oké, okay, de drie verschillende methodes. Roger heeft van mij verteld um, dat er drie verschillende methodes zijn, hoofdmethodes, om je app te ontwikkelen. En de meest uh, kenmerkende, gangbare, is native ontwikkeling. En dat wil eigenlijk zeggen dat je een app bouwt, één voor iPhone en één voor Android. Want op dit moment de meest gangbare platformen. Dus eigenlijk staan die helemaal los van elkaar. Twee aparte ontwikkelmethodes. Uh, dat wil ook zeggen dat uh, als je die app programmeert, dat die in feite twee keer gemaakt moet worden. Eén keer voor Android, één keer voor iPhone. Dus dat is best wel wat werk. Ze twee keer zoveel werk in dan voor één platform. Um, het grote voordeel daarvan is wel dat je iets maakt dat precies past bij een Android. Heel goed past bij een iPhone. Dus je kunt helemaal goed gebruik maken van hardware. En daardoor zijn native apps vaak snelle apps, gebruiksvriendelijke apps en kunnen ze alle functies gebruiken. Oké, okay, andere kant van Spectrum is hybride app ontwikkeling. En daarbij is de programmeertaal voor beide platformen hetzelfde. Oftewel, je bouwt één keer een app voor iPhone, die je daarna ook kunt gebruiken voor Android of andersom. Dus het is niet twee losse blokken, nee, eigenlijk zijn het twee blokken in één. Dus het is eigenlijk maar één keer programmeren. Dat scheelt natuurlijk heel veel tijd en geld en tijdsduur om um, ja, je app te laten uh, maken. Uh, een groot voordeel, nadeel is dan wel, uh, die apps zijn wat minder... Vloeiend, uh, wat minder uh, fijne ervaring. En wil je nou echt een succesvolle consumenten-app maken, zoals jij ze wellicht ook kent, de bekende voorbeelden, dan ga je meestal voor native. Native is denk ik in 90% van de gevallen de beste keuze voor een consumenten-app. Um, hybride apps zijn dan weer interessant voor hele simpele, eenvoudige apps. Die niet zoveel hoeven te kunnen uh, of waar iedereen waarvan je weet dat de app gaat gebruiken, bijvoorbeeld een heel high-end toestel heeft. Um, ja, en dan zie je iets tussenin staan, dat is namelijk hergebruik. En dat zit een beetje tussenin, want daarbij kunnen dus dingen uit de native code opnieuw geschreven worden. Tegelijkertijd worden de andere delen weer hergebruikt. Dus dat zijn een soort van frameworks die ze gebruiken tijdens het programmeren. Om ervoor te zorgen dat niet alles opnieuw geschreven hoeft te worden. Dus, dus zou je zou kunnen zeggen. Er zit een soort van overlap in ontwikkelstructuur. En dat is natuurlijk een beetje dat tussenin, zou je kunnen zeggen. Een mooie voordeel daarvan is dat je inderdaad niet zo superveel werk hebt. En ook dat je in het onderhoud er meer gemak hebt. Je hoeft namelijk ook maar één keer iets te onthouden. Of gedeelte maar een ding opnieuw te schrijven. Het nadeel is dat het ook weer daar handig is voor simpele apps. Dus die structuren die herbruikbaar zijn, zijn vaak simpele structuren. Denk bijvoorbeeld aan een app voor werknemers. Daar zou het heel geschikt voor zijn. Nou, nu weet je een beetje de verschillen, en daar zit het ook met prijs. Native apps zijn structuurder, je zou kunnen zeggen twee keer zo duur of bijna twee keer zo duur. En hybride apps zijn goedkoper, maar hebben daardoor ook lagere prestaties. Nou, wil je dat nog een keer zien in een overzicht, dan kun je een ontwikkelingsvergelijk uitnodigen. En dat is dit schema, waarin deze drie methodes met elkaar worden vergeleken, maar op meer detailniveau. Zodat je kunt gaan kijken, oké, okay, wat is nou belangrijk voor mijn app? En zo kun je dat nog een keer zien. Het De enige dat je hoeft te doen om dit te krijgen, is even onderaan het artikel. Je naam en je e-mailadres invullen, krijg je dit als een pdf toegestuurd. Nou, vind je dat nou interessant? Abonneer je dan op dit YouTube kanaal. Dan krijg je volgende week weer een volgende video. Tot volgende week!